Hallo daar, dag dames en heren, en welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben in Manchester, meer specifiek in Knutsford. Dat is zonder twijfel echt de meest walgelijke naam dat ik ooit heb gehoord voor een stadje. Kun je dat je voorstellen dat je dat zo moet zijn tegen de mensen in België? Van ja, ik ben van Knutsford. Dat is mijn uitzicht. Een boom en gras en iemand onder zijn huis. Dus ik laat het gordijn mooi toe, want ik loop hier ook letterlijk rond in mijn onderbroek. Stel dat er nog altijd mensen zijn die niet geloven dat ik in Engeland ben, heb ik nog altijd enkele dingen om aan te tonen dat ik wel degelijk in Engeland ben. Thee, een menu volledig in het Engels. Kijk, hash browns, bubble and squeak, black pudding. Je ziet, dat zijn allemaal Engelse woorden. Ook wat ik echt raar vind, in elk hotel hebben ze altijd zo'n holy bible. Waarom? Kan ik zoals straks zo wel lezen. Bijvoorbeeld, the king should know what... Ja, nee. Ga zwijgen. Oké, een badkamer. Oh man. Hallo, ik ben hier voor een trouw. Ja, de allereerste trouw van mijn carrière. Mensen die de vlog al even volgen. Jullie weten dat ik samenwerk met een bedrijf genaamd Quest Nutrition. Dat is een Amerikaans bedrijf. De baas van Quest Nutrition is een Brit. En die woont hier in Manchester. En die heeft me uitgenodigd om hier af te komen. Dus ik zeg, waarom niet? Gratis drank, gratis eten. Zegt de mensen niet tegen, hè. Dit is mijn grootte en dit is tot waar de douchekop komt. Wat? Allee, oh. Kijk, zie die wij. Oké, we zijn 4 uur later. Wat heb ik gedaan? Ik heb geen broek aangedaan. Nee, totaal niet zelf. Nog altijd in mijn onderbroek. Dus ik ga nu mijn pak aan doen. Dus dames, als... Oké. Voilà, zie. Ah, ik voel me altijd zo ongemakkelijk in kostuum zijn. Ik weet niet waarom. Ja, zo gaan we naar de trouw. Vanaf nu voor de rest van de avond geen woord Nederlands meer, want ik ben daar letterlijk de enige Belg. Dus uitspraken zoals ik heb geen onderbroek aan en ik heb in mijn broek gekakt, zullen veel voorkomend zijn. Start. Uber. Ook gedenk nu waarschijnlijk Maximiliaan, wauw, die trouw, heb daar wel superveel gefilmd. Dank u wel, ik weet het. Ik had heel de dag niets gegeten en dat eerste pintje is vrij hard aangekomen. En vanaf dan is eigenlijk zijn alle verantwoordelijkheden de deur uitgevlogen, dus het spijt mij. Nu, we zijn terug een paar uur later. Ik heb mijn Uber besteld, wat ze trouwens niet in Gent hebben, maar ook hier wel. Is hier pas binnen 16 minuten. Waarom toon ik jullie niet even niet Knutsford? De stad in Engeland met de meest lelijke naam ter wereld. We hebben ze hier allemaal. Ze hebben hier vliegtuigen die in de lucht vliegen. Prachtig. Heel laag zelf. Heel gevaarlijk. Dan hebben we de Swan. Dat is een restaurant, staat op de brochure, waar ze ondergekookte kip geven met groenten uit blik. Ongelooflijk lekker. Daar zijn koeienvelden en daar is een baan. Nu moeten jullie eigenlijk ook al niet meer komen naar Knutsford. Je hebt nu eigenlijk de stad gezien. Dat is heel graag gedaan. Ik heb er niet veel meer over te zeggen. We gaan er ook niet veel boe en ba rond doen. We gaan gewoon naar huis. Allee. Want ik heb honger. En die trekt hier op iets. Oké, ik ben sinds gisteravond thuis. Ik ben nu terug van mijn les. En er stond een doos voor de deur. Met dat erop. De inhoud is super random. Ik snap de logica niet. Wat is dat zelf? Kokosnoot. Ik weet niet, wat zijn dat zelf? Balletjes. Noedels. Oh, hier zit er een snoepje. Hier zit er druivensuiker. Jules de Stroper. Kinderdrinkje, Tropical, dat was de shit vroeger. Shoutout Tropical. Nog weer Oasis, die een proteïnereep, dat is van mij. Drinken, en dan het meest random van alles, dames en heren. Fucking kindershampoo. Wat de bedenkers van die doos, ik moet mij echt even uitleggen wat dat concept is. Is dat zo voor... Dat is zo voor... Ik wil op iets grappig komen, maar ik kan er even niet op komen. Het is like zo'n doos voor mensen die niet weten wat dat ze willen. Maar ik wil wel die proteïnereep. Dank u wel. 3 dingen dat ik wil zeggen. Mijn neus. Er is een houten balk opgevallen. Dus als je vragen stelt of dat ik heb gevochten. Zo cool is het niet. Nee, het is letterlijk gewoon een stuk hout opgevallen. Ten tweede. Jullie weten dat ik vorige maand naar Cambodja ben geweest. We hebben daar schelpen geraapt. We gaan daar nu een kunstwerk van maken. En een derde, de vlog is gedaan. Dank u wel voor het kijken. Duimpje naar omhoog mag altijd, duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven, kans er heel dik in dat je er ook zo plots echt niet zo houten balk op je gezicht gaat vallen. En ik ga hem smeten. Subscribe kan ook altijd, krijg je een melding van elke nieuwe video die eraan komt. En dan zie ik jullie volgende week terug. Nee, of nu zaterdag, ik weet het eigenlijk zelf niet. Zaterdag, ja. Moet naar de les. Vaarwel.